is een gigantische storm op komst. En je moet vluchten voor deze storm. Vooral als je in Blokburg woont, want daar is de storm namelijk het allerhardste. Dus als je nog in Blokburg bent, ik zou maken dat je wegkomt. Een storm in Blokburg? Dat meen je niet. Ik moet het tegen Santino en Vinnie vertellen. Ja, dat zou ik inderdaad best snel doen. Anders gaan jullie er namelijk aan. Waarom praat die meneer tegen mij? Ik snap hier helemaal niks van. Ik moet het tegen Santino en Vinnie vertellen. Eerst heb ik even zin in wat lekkers. Zou je dat nou wel doen? De storm komt eraan, hè? Ah, die televisie ga ik uitzetten. Wat een irritante man was dat, zeg. Waarom kan hij trouwens tegen me praten? Zit hij achter de tv of zo? Nee. Ik heb gisteravond al een lekker hamburgertje klaargemaakt. Die gaan we even lekker eten. En we gaan eens even kijken of Santino thuis is. En oh nee, het regent al. Eens even kijken, is Santino thuis? Hallo, oh, Santino. Jesse, kom binnen. Ja, ik kom binnen. Oh. Heb je nou nog steeds geen meubels? Wanneer worden die meubels nou geleverd? Oh. Nou, totdat mijn dak niet meer lekt. Kijk, mijn dak lekt door de storm. Je dak lekt door de storm? Santino, heb jij het ook gezien op het nieuws of niet? Ja, ik zag het net. Ik was een potje aan het gamen en ik hoor in één keer dat er een enorme storm komt. Ja, er komt een tornado. Oh nee. Wat moeten we doen, Jesse? Mijn dak gaat eraan. Ik weet het niet. Hij zei dat we moesten schuilen. En vooral als je in Blokburg woont. Want daar is de tornado namelijk het allerheftigste. Dus normaal met tornado's blazen ze toch altijd huizen weg. Zijn we wel veilig in huis? Nou, ik mag het hopen. Het is niet zo'n goedkoop huis. Maar ik heb geen schuilkelder. Hoe gaan we dat dan doen? Jouw dak lekt gewoon al. Ja, en daarom? Wacht, ik heb een idee. Vinnie heeft de kelder. We moeten het tegen Vinnie en Alex vertellen. Want als zij het niet weten, hebben we een probleem. Oké, snel. Pakken we de auto? Kom, we pakken de auto. Kom. Anders zit ik in de regen. Kan je instappen? Nee, ik kan niet instappen. Je hebt de deuren op slot. Weet je wat? Laat me zitten. We gaan wel lopen. Heb jij een paraplu? Nee, ik heb ook geen paraplu, Jesse. Ik had het ook niet helemaal verwacht, die storm. Het was zo mooi weer. Ja, het is altijd mooi weer. Ik snap er ook helemaal niks van. Hallo, Alex. Alex, open doen. Alex. Hallo? Alex? Hallo? We gaan gewoon naar binnen. Alex, waar ben je? Waar zou die zijn? Alex is sowieso al gevlucht. Hij heeft het ons niet eens verteld over die tornado. Wauw, dat ga ik hem echt serieus... Ik ga hem aanpakken daarvoor, echt waar. Alex is sowieso weer naar de Efteling of zo. Jongen. We moeten kijken of Vinnie thuis is. Dan kunnen we gewoon schuilen in de kelder van Vinnie. Dat is perfect. Hallo, Vinnie. Open doen. Hallo. Jongens. Snel. Hallo. Heb je het gehoord? Ja, heb je ook het nieuws gezien? Ja. De tornado, Vinnie. Kijk hoe heftig. Jij bent de enige met een kelder. Dus hij zei dat we moesten vluchten uit Blokburg. Dus ik weet niet of je kelder sterk genoeg is. Laten we even kijken. Is mijn kelder sterk genoeg? Alles is van hout gemaakt. Jongens, dit gaat toch nooit goed komen? Wat gaan we doen? Ik heb trouwens een idee. Wat dan? Als we gewoon de tovenaar opzoeken, we gaan de tovenaar roepen en misschien kunnen hij wel gewoon de tornado wegtoveren. Dat zou toch perfect zijn? Nou, ik mag het hopen van wel, ja. Ik bedoel, jouw dak ziet er ook niet goed uit hoor, Vinnie. Ja, legt Vinnie zijn dak ook? Ja, kijk maar hier, Jesse. Kijk hier, het lekt al. Oh, mijn god, ga je niet menen. Waarom hebben jullie allebei lekkende daken? Echt, jongen. Ik heb een idee. Ik weet niet waar we de tovenaar kunnen vinden. Normaal komt hij altijd tevoorschijn toveren. Maar dat is dus meestal als het regent. Dus tovenaar, hallo. Waar woont de tovenaar, weten jullie dat? Als ik dat wel wist, dan had ik hem niet hoeven geroepen, Jess. Misschien in het bos. In het bos? Als zou de tovenaar ergens zou wonen, zou het in het bos zijn. Hallo, tovenaar, waar ben je? Jongens, dit gaat nooit werken. Yes, kijk achter je. Wat? Kijk achter je. De tovenaar. Tovenaar, je moet ons helpen. Jongens, wat is er aan de hand? Ik lag lekker te slapen. Tovenaar, ik weet niet of je het nieuws hebt gezien, maar er komt een gigantische tornado aan en je moet ons helpen. Ik ga jullie niet zomaar helpen. Ik hou namelijk van storm. Het liefste dans ik altijd in de regen. Hoezo dans jij in de regen? Jij bent zo raar. Je hebt niet eens een gezicht, jongens. De tovenaar is raar, toch? Vinden jullie dat niet? Ik snap hem niet. Ik snap hem totaal niet. Ik vind het zo... Waarom woont hij überhaupt in het bos? Ik weet het niet. Ik ga jullie alleen helpen als jullie me 2 diamonds geven. Maar jij kan toch gewoon toveren? Dus dan kan je toch gewoon diamonds toveren? Ja, boeien! Jongens, heeft één van jullie toevallig 2 diamonds? Ik heb namelijk helemaal niet... Kip nuggets. Is dat ook goed? Ik heb dirt. Ik heb dirt. Tovenaar, ik heb voor jou 2 verse kip nuggets. Oh, lekker. Die wil ik wel hebben. Oké, alsjeblieft. Ik zit in creative, jongens. Zit hier ook in creative? Ik zit ook in creative. Dit is echt perfect. Maar Tovenaar, ik word je de tornado wegtoverd. En niet dat wij opeens in creative zitten. Ik zei toch 2 diamonds? Bouw maar een bunker.
Jongens, de tovenaar is weg. Jullie hebben... Waar is het heen? We moeten een bunker maken en hopelijk overleven we dan de tornado die eraan komt. Een bunker. Oh, gaan we hier de bunker maken? Nee, ik was de tovenaar aan het zoeken. Ja, de tovenaar is weg, jongens. Waar gaan we de bunker maken? Het moet wel een veilige bunker zijn. Mag het in de stad of moet het er buiten in de stad? Ik weet het niet meer. Ik weet het niet, Jesse. Ik weet het ook niet. Laten we toch hier naar beneden graven, dan gaan we de bunker maken. Ja, bij Finny, In mijn voortuin. Nee, niet de Finny's voortuin. Waar zullen we het dan doen? Wacht, in jouw voortuin, hier in zo. Mijn voortuin? Ja, zullen we het gewoon in mijn huis doen? Kom, we gaan naar binnen. Ja, dat vind ik een goeie. Mijn huis die lekt namelijk geen water. Dus dan hebben we sowieso dit boven ons hoofd, dat het al wat veiliger maakt. En dan gaan we gewoon hier recht naar beneden. Ja. Het lekt echt niet. Wat ben jij? Hallo? Jongens? De bunker is al gebouwd. Waarom zit er een geheime ruimte onder mijn huis? Wat is dit in één keer? Dit wist ik niet. Dit heeft sowieso een van jullie gedaan. Wat is dit? Nee, ik weet er helemaal niks van. Wat is dit? Ik heb ook echt geen flauw idee. Laten we dit dan maar als basis gebruiken voor de bunker, ja? Ja, oké, is goed. Oké, we moeten een slaapkamer hebben. We moeten een woonkamer hebben om in te chillen. We moeten genoeg eten op voorraad hebben. Ja. En wat hebben we nog meer nodig? We hebben een gaming setup. Want ik wil gamen sowieso. Gamen sowieso. Ik heb een sportschool nodig. Ik wil een trampolinepark. We moeten alleen maar de tornado overleven. Dus het is misschien maar voor een paar dagen. Dus, Oké. Weet je wat, ik maak hier wel een gaming setup, ja? Gaan jullie maar, weet je wat, maak jij maar een woonkamer of zo? Nee, Finny, maak jij een woonkamer en dan maak jij de slaapkamer. Ik probeer wel een mooie slaapkamer voor ons drieën te maken. Ja, is goed. Oké, een gaming setup. Nou, dan moeten we sowieso een bureau hebben natuurlijk. En we gaan voor een rood bureau. Ook al vinden Satino en Finny dat misschien niet mooi, maar dat maakt me helemaal niks uit. Kijk, dit is perfect. Dan maken we hier zo een beetje een mooie ingang. Kijk, zo. Dan zetten we hier 3 monitoren in het midden neer. En hierboven zetten we even wat paintings neer. Alleen ik wil 3 verschillende paintings. Ik wil 3 kleine paintings. Kijk dan, dit ziet er toch vet uit. En natuurlijk moeten we wel YouTube-video's kunnen blijven maken. Dus zet ik hier even 2 lampen neer. Zo. En een webcam. Die kan ik nu niet neerzetten. Zo, een webcam. Dit is perfect. Maar Jess, je gaat toch helemaal geen YouTube-video's maken als er een tornado komt? Jawel, je weet toch niet hoe lang we hier zijn? We moeten toch leuke filmpjes kunnen maken? Ja, jij zegt het een paar dagen. Ik wou ook een sportschool hebben. Een sportschool? Sporten is voor saaie mensen. Je moet namelijk zoveel mogelijk hamburgers eten. Dat is leuk. Ja. Dat is toch veel leuker? Dit is geen hamburger, het is een tofu-burger. Daarom was hij zo vies. Deze lag al echt heel lang in de koelkast. Wat vinden jullie tot nu toe van de gaming setup? Is toch best wel mooi? Kijk, maar ik heb de zon nog even dicht. Ja, maar we moeten toch met z'n drieën een video kunnen maken? Ik zet wel 3 stoelen neer. Ik zet toch ook 3 beeldschermen? Ja, oké. Jullie kunnen toch gewoon kijken of we kunnen om en om een video maken? Ik weet ook niet. En wat hebben jullie dan? Jullie hebben alleen nog maar... steen. Ik heb steen, ja, maar ik was net bezig. Let op. Jongens, ik heb een idee. Ik ga alvast even kijken of de tornado wel een beetje aan de gang is, hè? Dat is goed. Oké, hier is een trap. Ik weet niet wat dit is. Ik heb het nog nooit in mijn huis gezien. Misschien heeft Alex wat geks gedaan. En ik ben hier boven. Eens even kijken. Het ziet er op zich nog wel goed uit. Er is nog niet heel veel aan de hand. Huh, wat hoorde ik? Wow! Wat gebeurt hier? Heel gauw dicht doen. Jongens. Wat is er gebeurd, Jesse? Jongens, ik ging naar buiten en ik zag gewoon regen. Was niks aan de hand. Alleen er vloog een of andere meteoriet uit de lucht. En mijn halve huis is opgeblazen. Meen je niet? Ik hoop maar dat deze bunker veilig genoeg is. Maar ik denk dat we hier een hele tijd moeten gaan blijven. Ja, dat denk ik ook. We moeten meteen verder, Finny. Kom, we moeten meteen verder. Ik heb zin om te gamen. We gaan door. We moeten hier natuurlijk ook een hele mooie televisie hebben. Dus ik maak hier even een gat. En aangezien ik nu toch in creative zit, kan ik gewoon alles pakken wat ik wil. Ik hoef er namelijk niet voor te betalen in de gamewinkel. Dit is perfect. Dus wat ik nu kan doen, ik kan en een PlayStation en een tosti-ijzer neerzetten. Voor als ik gewoon zin heb in lekkere tosti. Jesse, je gaat geen tosti-ijzer naast je tv zetten. Waarom niet? Dan kan je gewoon lekker gamen. Dan kan je tegelijkertijd tosti's eten. Dat is toch perfect. Nee. Dat is helemaal geen goede plek hiervoor, Jesse. Waar je moet hem ergens anders zetten. Hier, op je bureau. Je gaat toch geen tosti-ijzer op een bureau zetten? Ja, waar dan? Satino, kom eens. We hebben je hulp nodig. We hebben een dringende discussie.
Ja, nee, wat is nou weer dan? Ik zet hier een tosti-ijzer neer naast mijn tv. En Vinnie zet hem op mijn bureau. Maar dat is toch een rare plek? Waarom moeten we een tosti-ijzer zetten? Waarom zet je een tosti-ijzer op een bureau, Vinnie? Ja, dat is toch raar? Je kan hem toch beter naast je tv zetten? Oh, mijn god. Ja, naast je tv is ook niet echt helemaal handig, moet ik zijn. Weet je wat? Ik maak wel een mini-snackkamer, ja? Met allemaal snackies, met genoeg eten. Zodat we hier eventueel 100 dagen zouden kunnen overleven. Ik denk dat dat ruimte is. En ook een frituurpan. Met een... frituurpan. Ik weet niet of ze een frituurpan in Minecraft hebben, maar ik heb trouwens wel een heel ander idee. Het heeft niet met eten te maken, maar ik weet het niet. Ik moet er opeens aan denken. We moeten ook een wc hebben. Een wc. Tuurlijk. Als we een drol moeten laten, bijvoorbeeld. Hier in de hoek. Dat vind ik mee. Ja. Wat? Willen jullie daar een wc? Nou, dat is een perfect idee. Dan kan je namelijk gamen en dan hier... kan je even een drol laten en dan kan je weer doorgamen. Nou, jongens, het komt helemaal goed. Ik heb weer ideeën. Dankjewel. Oké, nou, dit is natuurlijk een grapje. Dit gaan we niet echt doen. Ik ga wel even een apart kamertje maken voor de wc. Anders is het best wel raar. Dus dit is het toilet. Zet ik hier de wc neer. Een wastafel zetten we natuurlijk even neer. Dan kan je je handen schoonmaken. En weet je wat? Laat ik er maar gewoon een deur in zetten. Zo, dit is perfect. Dan hebben we hier een toilet. Dan kan je lekker poepen, plassen, alles doen. Dan zet ik hier nog even een mooie hoekbank, zo. Hier zetten we een stoel om op te gamen. En tosti-ijzer ga ik ook weghalen. Dat is misschien ook wel een beetje gek. Ik maak het bureau trouwens nog iets groter, want we moeten natuurlijk ook wel een computer hebben. En een toetsenbord met lampjes. Dit is echt heel erg vet. Een muis erbij. En dan is de gaming setup denk ik wel klaar. We pakken nog wat tapijten bij en ik ga ook even andere kleuren gebruiken. Anders gaat Fiddy en Sotino sowieso weer boos worden dat ik geen andere kleuren gebruik. Hier zetten we nog even een mooi kastje neer. En dan denk ik dat de gaming setup klaar is. Zo. Oh yes, dit ziet er best wel leuk uit. Ja, vet hè? Ja, alleen ik mis nog wel wat. Wat mis je? Ja, ik mis toch echt de keuken. Oh ja, voor alle snackies natuurlijk. Dat we, ik heb honger. Misschien wel handig om te overleven dat we daadwerkelijk ook eten hebben in plaats van alleen maar een gaming setup. Snap je? Ik bedoel, ik heb wel zo'n te gamen daar niet van, maar ik heb ook trek. Ik ben wel benieuwd, wat hebben jullie? Oeh! We hebben in ieder geval een mooie woonkamer. Kijk, dan kan, Satino kan hier lekker... Pokémon-serie kijken of... Pokémon spelen, jongen. Ja, of Squid Games, de serie op Netflix. Kunnen wij hier gamen, Vinnie. Dat is perfect. Oeh, hier is een leuke kamer. Maar wie gaat hier slapen dan? Ik ga hier slapen. En jij ook. Is nog niet helemaal klaar, hoor. Oh, je hebt een badkamer. Oh, dat is echt slim. Ja, ik heb mijn badkamertje. Alleen, ik moet nog wel even de beddenverdeling en alles doen. Maar dat komt helemaal goed. Ik wil wel mijn eigen... Wie wilt wat? Huh? Ik wil naast jou slapen. Je wilt naast mij? Nou, ja, dat komt perfect uit. Want ik zei, ik wil een eigen slaapkamer. Je wilt een eigen slaapkamer? Ja, ik snurk heel hard. Ja. Dus het is wat jij zelf wilt. Oké, nou ja, dat komt wel weer goed. Maak je daar maar geen zorgen over. Ik wil mijn keuken hebben, yes? Ja, ik ga een keuken maken. Doei! Hoi, yo! Oké, waar ga ik de keuken maken? Ik denk dat ik de keuken gewoon hier ga maken. Gewoon lekker in de gang. Waarom niet? Waarom zou je moeilijk doen als het ook gewoon makkelijk kan? Kijk, eerst maken we elk blokje hier even wit. Want dat moet natuurlijk wel ook een beetje een mooie bunker zijn. En voor de keuken hebben we natuurlijk nodig een grill, een wasbak, een koelkast en keukenkastjes. Ik vind dit een mooie plek voor de koelkast. Hier komen de keukenkastjes. Die doe ik boven ook gewoon even. Zo. En dan de wasbak doen we hier en de grill doen we hier. Dit is echt de lelijkste keuken die ik ooit heb gezien. Maar hij werkt in ieder geval. En dan doe ik daar gewoon heel veel hamburgers in de koelkast. Dit is perfect. En dan denk ik dat we voorlopig wel genoeg eten hebben. Dit is echt de lelijkste keuken ooit, Jesse. Ja, maar dat maakt toch niet uit? Het gaat er toch om die werkt? Kijk wat er in de koelkast zit. Oh. Allemaal hamburgers. Wat zit er in de koelkast? Hamburgers! Oké, dat maakt het perfect. Op zich wel lekker, ja. Ja, dan kunnen we... Kijk, dan kunnen we hier gewoon, terwijl alles boven waarschijnlijk nu kapot is, kunnen we hier lekker gamen. En dan kunnen we een hamburger pakken. Dan kunnen we hier op de bank chillen. En dan kunnen we hier vervolgens slapen. Lekker slapen. Dat is mijn bed. Oh. Ja, je geeft mij de kleinste kamer, Santino. Oh, ja, natuurlijk. Nee, zelf. Oh, dat meen je niet. Je wou een eigen kamer hebben. Dus ik dacht, hier heb je eigen kamer. Ja. Vinnie en ik hebben dit. Ik vind het ook prima. Dan heb ik een privékamer. Dan gaan jullie lekker naast elkaar slapen. Oh, jongens, zullen we boven kijken hoe het eraan toe gaat? Ik ben best wel benieuwd. Ja, denk je dat het goed komt? Ik weet het niet. Laten we gewoon maar even kijken. Ja, wel voorzichtig doen. Oké, jongens. De zon schijnt. Gaan we nou niet zeggen dat we deze bunker voor niks hebben gemaakt, hè? Sowieso voor niet, yes. Het ziet er op zich wel weer netjes uit.
Oh, jongens. Dit is echt top inderdaad. Het lijkt erop dat de tornado precies door ons dorpje is gegaan. Nee, nee. Mijn huis is kapot. Jouw huis is kapot. Alex' huis is kapot. Dit meen je niet. Vinnie. Dit ga je niet menen. Vinnie, jouw huis is nog helemaal heel. Wat? Dat meen je niet. Jij hebt, jij hebt zoveel geluk. Weet je wat, we gaan wel gewoon... Nee, Santino. Wij gaan gewoon in de bunker wonen. En dan mag Vinny lekker in zijn lelijke huis wonen. Dat vind ik echt een perfect inderdaad. Plan. Veel plezier, Vinny. Ja. Doei, Vinny. Okay, doei. Dit was de video. Klik even links voor een Minecraft-video. Rechts voor een Roblox-video. En kies snel, want ze gaan weg in 3, 2, 1...